Hallo Big Legion en welkom bij een nieuwe part van Forza Horizon 3. En in deze video gaan we wat anders doen dan alle vorige video's. We gaan namelijk een auto customizen. Ik heb dit al een keer eerder iets gewoon laten zien van hoe het allemaal werkt. En heel veel mensen vonden het eigenlijk wel heel leuk om te kijken. En wilden eigenlijk wel meer. Ik had er te veel uitgeknipt, maar omdat ik bang was dat het saai zou zijn. Dus nu gaan we echt gewoon een auto bouwen. We gaan er iets lelijks van maken in dit geval. Van deze prachtige Alfa. Een hele oude Alfa ook, dat was heel goedkoop. Ik had gekeken bij de Upgrade Heroes en deze heeft namelijk een bodykit enzovoort, dus het leek me leuker om hier wat van te maken. En van wat ik zag kon die belachelijk laag ook. Dus we maken er echt zo'n mislukte tunerbak van, die totaal niet snel is en alleen snel oogt, zeg maar. Dat is tenminste de bedoeling. En ja, laten we beginnen. Dit is dus de auto in originele staat, we kunnen lampen aandoen enzovoort. Het is wel cool op zich en Forza Vista wat je allemaal kunt doen. We kunnen explode! En dan, dat blijft leuk, explode. En ja, je kunt gewoon een beetje een kijkje nemen, wat je maar net leuk vindt. Ja, verder heb ik hier niet echt heel veel van te zeggen. Het is een lelijke Alfa die wij nog lelijker gaan maken. Komt er maar goed. Het kan trouwens wel zijn dat dit dus ook een kortere video is dan de vorige video's. Puur omdat dit een beeldvideo is. We gaan er natuurlijk wel even mee rondrijden, maar daarna houdt het ook wel eens een beetje op. Allereerst gaan we natuurlijk een upgrade doen. Dan hebben we de bodykit. Hebben we hier, serieus, een race kit, ja. This preset will fit your Alfa 155 Q4, want dat is het hem. With race suspension, remove excess weight, add advanced aerodynamic bodywork, and increase its power to nearly 500 pk. En we hebben ongeveer een trapje aan de voorkant. Dat zijn echt gewoon traptreden, holy crap. Maar wij willen natuurlijk de auto niet naar 500 pk hebben, want zoals ik zei, we willen de auto echt zo'n typische tunerbak maken. Dat houdt in dat hij snel oogt, maar echt belachelijk traag is. En 500 pk is niet belachelijk traag. Dus we gaan wel alle modificaties doen, maar niet performance modificaties. Dus gaan we naar custom upgrade en dan heb je in ieder geval al een beeld van wat het ongeveer gaat worden. Dan gaan we eerst maar eens even kijken bij de conversions. Meestal ga ik altijd gelijk naar de conversions toe. En we de standaard motor of een turbo rally motor. Die is behoorlijk veel krachtiger, zoals je ziet. Dan gaan we gelijk naar, is het ongeveer 300 pk toe, denk ik. Nee, dat is een beetje overdreven. 280 of zo, denk ik. Het is altijd lastig. KW ben ik niet zo goed in. PK's weet ik prima, maar KW is al een beetje meh. We hebben wel heel veel newton meter, trouwens. Dat is helemaal prima. Dus dat gaan we niet doen. Want dan hebben we gewoon te veel, dan wordt het te snel. Dan gaan we eens even kijken naar de aandrijving. Hij heeft all-wheel drive, we maken er rear-wheel drive van. Zodat we kunnen driften natuurlijk met onze soort van driftspec Alfa. Dan gaan we naar het volgende ding toe en dat is customization qua bumpers. Nou, dan hebben we dit ding. We hebben dit trapding of we hebben de Forza bumper. We gaan voor de trap, want de trap... Dit is zo fucking lelijk. Echt gewoon aanslelijk. Dan krijgen we de spoiler, dat wordt ook leuk. Een klein... Dit is een prima spoiler voor zo'n auto. Dat is echt een prima spoiler. Dit is aardlelijk. Op wat voor manier zit dat ook, joh? Met die scharnierpunten. Jesus Christ. Dan hebben we nog een spoiler. Moet je kijken, wat kleine pootjes. Crap. En dan hebben we nog die standaard Forza spoiler. Het is lastig om te zien welke het lelijkste staat op deze auto. Deze is lelijk. Dit is echt een afschuwelijk lelijk ding. En dit is een afschuwelijk ding. Ik denk dat we voor deze gaan. Die ziet er gewoon het ergste uit. Ja, we gaan voor deze. Sowieso. De achterbumper. Ook zo leuk. Sowieso dat we voor dit gaan. Met de diffuser en al. Het oogt super snel. En dan hebben we hier natuurlijk de sideskirts nog. Nou, die moet ook. Dat maakt hem een stukje lager. Zometeen met de fairing gaan we hem ook nog wel verlagen. Ik hoop dat jullie dit een beetje leuk vinden trouwens. We gaan ook afschuwelijk lelijke velgen uitzoeken. Moet je kijken hoe lomp die voorbumper is, jongen. Dat blijft een ding dat ik echt denk van... Waarom? Waarom? De banden. Daar gaan we niks mee doen, want alles dat maakt de auto sneller en we willen niet echt een snelle auto hebben natuurlijk. Voor de rest zie je er ook niks van qua cosmetische dingen. We gaan ze wel breder maken, want dat ziet er ook altijd stoerder uit natuurlijk. We maken er echt zo'n een baggerauto van. Dat zou we houden. Dan gaan we hier naartoe. We gaan natuurlijk niet mijn favoriete velgen eronder zetten. Dit zijn mijn favoriete velgen, als je nog niet wist.
We gaan er andere lelijke dingen onder zetten. Dan zitten we wel in deze categorie. Er zitten zoveel afschuwelijke... Dit bijvoorbeeld. Echt... Het is op zich wel een geschikte kandidaat voor deze auto, moet ik zeggen. Dit is ook... Ja, ik vind het allemaal niks, laten we zo zeggen. Het is natuurlijk allemaal gewoon ieder zijn eigen smaak, maar... Ik vind... Zoiets als dit vind ik nog wel oké. Zo'n aparte multispaak. Gewoon een multispaak vind ik prima. Vijf spaaks, allemaal prima. Sommige vind ik wat mooier dan andere natuurlijk. Maar... Ja, er zitten een paar van die dingen tussen. Zoals dit bijvoorbeeld. Dat vind ik echt afschuwelijk. Dit is maar iets te druk. Dit is heel mooi felblauw. Dit, wat moet je ermee? Dat zijn trouwens echt diep deze dingen. Dus die kunnen we nog eens pakken. Die zijn afschuwelijk lelijk namelijk. Het goud is ook niet mooi. Wat hebben we nog meer? Dit is echt zo'n Italiaans-achtig design met van die ovaaltjes. Oh my god. We gaan voor deze denk ik. Ik vind deze het lelijkste. En dat zijn echt van die deep dish dingen. En omdat we nou dus custom velgen hebben, kunnen we ze ook nog natuurlijk vergroten. We gaan gelijk voor 18 inch. Dat maakt het alleen maar mooier. Oh, prachtig. Moet je kijken, jongen. Wat een prachtig auto. Ik hoop echt dat jullie dit leuk vinden om een keer te kijken. Zo'n aparte beeldvideo. We maken natuurlijk ook wel serieuze beeldvideo's. Maar voor nu lijkt het me leuker om even te kloten. In principe wil ik hier niks doen. Omdat alles hem natuurlijk beter maakt of sneller of wat dan ook. Differentieel hebben we ook wel even zitten. We gaan naar de remmen toe. We zetten de duurste remmen erop. Puur omdat dat van die rood gespoten remschijven zijn. Of remschijven. Dat zou heel raar zijn. Remklauwen. En heel veel mensen die zetten er allemaal van die kits op. Of die spuiten ze echt gewoon zelf rood. Zodat ze sneller lijken en shit. Dus dat past erbij. Ondanks dat ze dus ook de auto beter maken in ieder geval. Daar moet je even niet op letten. We gaan nu de auto lager maken. Kijk dat, jongen. We kunnen hem als goed is zometeen nog erger verlagen. En dit is al off-road. Dit wordt echt wat. Het is echt een trap. Aan de voorkant. Ik kan er niet over uit. Het is echt een trap. Dat ziet er niet uit, man. Die auto is sowieso wat hoeker. Maar dat vind ik nog niet zo'n probleem eigenlijk. De achterkant ook niet. Qua gewoon normaal, hè. Originele auto. Nu wel. Nou is het afschuwelijk. Maar die voorbumper. What the fuck, jongen. Waarom gooi ik eigenlijk die rollbars erop? Ik heb geen idee. Die gooien we er helemaal niet op. We gaan het volgende ding. En dat is de rolkooi. Want ja, dan lijkt hij nog sneller natuurlijk met een rolkooi erin. Nogmaals, we gaan echt uit op zo'n een tuner figuur. Voor de rest kunnen we hiervan alles doen. Maar dat heeft niks geen nut. Het maakt alleen de auto sneller. En dat willen we niet. Eventueel kan ik misschien de uitlaat aanpassen. Ik weet niet wat dat doet. Het zorgt voor meer pk. Dat wil ik eigenlijk niet hebben. Turbo een beetje hetzelfde vooral. Als je de turbo volgens mij upgrade, dan hoor je ook meer de turbo. En qua geluid moeten we het eigenlijk doen. Laten we het ook maar doen nou in dit geval. We hebben wel een vrij snelle auto nu gemaakt. Met 200 pk. Het is voornamelijk de newtonmeter die het hem doet bij deze auto. Maar als het goed is klinkt hij dus nu nog wat meer. Dus dat je iets gas geeft en hoor je de hele tijd dat fluitje. Dat is ook zo'n typisch iets voor mensen die geen snelle auto hebben. Die er dan zo'n neppe blow-off valve opzetten. Of gewoon hun blow-off valve aanpassen. En echt zo'n fluitdingen van maken. Dat is echt zo'n typisch iets. Qua uiterlijk zijn we in principe klaar. Naar mijn mening. We hebben weinig aan te passen. Dan gaan we verder. Ik geef echt gewoon 30.000 credits hier aan uit. We hebben toch genoeg. En dit is ook leuk om een keer te doen. Gewoon een beetje rondkloot in de game. Dan gaan we nu naar de paint job toe. De designs en paints. Nou, we kunnen eerst kijken als er nog een of andere lelijke recommended dingen is. Dat is... Die mensen zijn meestal wel zuinig op hun auto's. Dat moet ik eerlijk toegeven. Maar die gooien dus allemaal stukken stickers op. Zoals dit. Dat is afschuwelijk lelijk. Dus dat gooien wij erop. Want die mensen normaal zijn wel heel zuinig op hun auto's. Die wassen ze vaak genoeg enzovoort. Was dus ook met de hand over het algemeen echt heel netjes. Dus we kunnen hem niet verroest maken. Dat past er niet bij. Maar we kunnen er wel allerlei rare racestrepen opzetten. Wat er niet uitziet. Zodat het er snel uitziet, zeg maar. Zoals dit. Dit is perfect. Van die merken op de motorkap enzovoort. Dit is echt perfect. Dit is de beste livery hiervoor. Ideaal. En die voorkant is nog steeds 300 meter lang. We gaan naar tuning toe. Aangezien we dus al klaar zijn met de rest. Dan gaan we hier eens even kijken.
Alignment, we gaan sowieso camber helemaal negative zetten. We gaan nogmaals die auto een beetje verneuken. Toe blijven vanaf. Anti-rollbars blijven vanaf. Kijk, ride height nog lager maken. En nou zit hij echt op de grond, volgens mij. Ik heb gezien, tenminste. Als je namelijk bij de designs en paints kijkt voordat je een auto koopt. Helemaal bij die bodykit auto's, zeg maar. Dan kun je af en toe zien dat sommige mensen een screenshot hebben gemaakt, zeg maar, van hun paintjob. Maar dan met de bodykit erop. Dus dan weet je precies hoe de bodykit eruit ziet. Deze auto is zo lelijk. Geweldig. We gaan er even mee naar buiten. We gaan ze even rijden. Ik wil hem eerst eens even daar naar achteren zetten. Dan staan we in het licht. Dat geluid. Prachtig. Kijk, daarvoor is die turbo. Voor dat fluitje. Sowieso. Oh, dat klinkt echt... Kijk, dat bedoel ik dus. Allee, we gaan eens even kijken. We gaan even in fotomode. Even kijken hoe laag dit ding is. Volgens mij is die echt... Jap. Nou, zweven we hier trouwens op de grond. Dat is niet echt zo'n heel goed voorbeeld hier. Die banden zitten echt in de vuilkassen. Jezus Christus. We hebben wel echt een geweldig mooie tunerbakje gemaakt. Die livery is perfect ervoor. Die velgen zijn echt perfect. Van die deep dish dingen. Die voorbumper, alles is echt gewoon perfect aan deze auto voor zo'n type ook wat ik wil maken. Ik zal trouwens even dit doen, dat is mooier. Dan kun je hem nog meer aanschouwen. Kijk dan, zo prachtig. Dit is gewoon een screenshot waard, dit is gewoon de thumbnail. Dit is de thumbnail van deze video. Als dat ging kijken strak, dan weet ik het ook niet meer. Voor de rest, interieur natuurlijk met de rolkooi. Zo geweldig. We gaan er eens even mee rijden. Eens even kijken hoe goed dit ding rijdt, zonder... Echt tuning natuurlijk. We hebben alleen een turbo erop gezet. Het ding slipt als een tering. Hij piept het uit, jongen. Holy crap. Oh, we rijden 130. In de vierde. Koei. Oh, ik was even vergeten bij welk festival ik was. Ik dacht namelijk dat ik in Byron Bay was. En dan kun je altijd een eindje rechtdoor rijden. Door het hekje heen. Kunnen we nou hier beter zien op de weg hoe laag die is? Het zal fijn zijn. Ik denk het wel. We gaan even in fotomodus. Jap. Dit werkt veel beter. Moet je kijken hoe belachelijk laag deze auto is. Niet gezond. Echt niet gezond. Ik vergeet elke keer om dit ding te doen. Maar het is wel belangrijk natuurlijk. Dit ding. Echt. Why? En dan zul je denken. Ja, je hebt het zelf gedaan. Dus waarom zeg je waarom? Maar er zijn serieus mensen die stukken shit doen. En die vinden dit heel mooi. En ieder natuurlijk nogmaals zijn eigen smaak enzovoort. Maar ik denk dan altijd nog van... Als je een auto snel laat lijken, moet die ook snel zijn. En heel veel van die dingen zijn totaal niet snel. En het ergste is dan nog... Die mensen kunnen qua al het werk wat ze in die auto hebben gestoken... Zoals nou net, 30.000 credits bijvoorbeeld. Deze auto was volgens mij 25.000 credits... Dus in plaats van dit lelijke kutding maken, had je ook een auto kunnen kiezen van 55.000 credits. En dan heb je een veel snellere auto. Alleen is die niet zo getuned als deze, zeg maar qua buitenkant, cosmetisch getuned. Dus ja, dat is dan weer zo'n keuze die mensen maken dat ik denk van... Ik had liever een auto gehad van 55.000 credits die snel is en gewoon... Snel oogst uit zichzelf. Dan een auto die niet snel is. Snel laat lijken. Maar dat ben ik. We gaan er heel veel mee rijden. We gaan... Waar gaan we naartoe rijden? We gaan het regenwoud in. En we gaan hier naartoe. Ik vind dit een mooie route. Zo gauw we dit hebben bereden. Dan eindigt de part ook. Dus nogmaals, zoals ik ook al zei. Het zal niet een hele lange part zijn. Maar gaan we het idee. Hij kan driften. Oh ja. Geloof het of niet, dit ding kan daadwerkelijk driften. Echt jongen, deze auto, zo geweldig. Ik hoop echt dat jullie dit leuk vinden. Gewoon even voor de fun, zeg maar, zoiets ertussendoor. Oh, speed trap, 165, poepoe. En dan zie je die score normaal, 388. Geweldig. Oh god, we hebben allemaal andere lelijke auto's hier in de buurt, nog beter. Even een foto maken. Ik heb nog niet eens een foto van dit ding gemaakt trouwens. Bam. De Alfa Romeo staat op de foto. Ik delete hem ook gelijk. Gelijk weg met dat ding.
De foto, hè. De auto hou ik wel. Geen paniek, de auto hou ik wel. Ja, 400 meter. Kun je dat over 3 minuten als we er zijn nog een keer vertellen? Oh, zo gemeen. Arme auto. Oké, we gaan driften. En we gaan de bosjes in. Nou ja, het is niet echt bosjes, we gaan het gas in. Die turbo, jongen. Vandaar dat ik die turbo dus had geüpgrade. In 200 meters, keep right. Je hoort de hele tijd het fluitje. Zo geweldig. Oh, hij slipte nog even hoor. Oh, nou ja, slipte, piepte meer. Dit is zo geweldig. Ik weet niet. Ik kan gewoon niet uit mijn woorden komen. Ik heb best wel plezier hiermee. Gewoon zo'n lelijk dingje maken en een beetje rondcrossen. Gewoon plezier hebben in de game. Dat blijft echt het belangrijkste. Alle races die we hebben gedaan in sport zijn ook awesome. Die events zijn leuk. Maar zoiets als dit is totaal iets anders. Maar kan ook net zo leuk zijn. En dat is echt iets goeds in een game. Als je zoveel random shit kunt doen en het allemaal even leuk is. Is het echt perfect. Oh, het regenwoud is niet al te lief voor mijn geweldige Alfa. Wat een drift. Oh yeah, ultimate e-drift. Natuurlijk met een handrem. En fenukt. Of course. Oh, fijn dat jullie even tegen me aanrijden. Geen idee hoe duur die Mercedes is. Maar ik weet zeker dat die Mercedes een stuk beter rijdt. En ik denk dat die 55.000 credits is. Dus ik had liever die Mercedes gehad dan deze Alfa. Ik vind die Mercedes er ook mooier uitzien. En die ziet er ook sportief uit, om het zo maar te noemen. Ik hoop het ook ongeveer uit dezelfde tijd zelfs. Nou, niet slecht dit. Oh, we gaan... Oh, ik wou driften langzaam, maar ja. Deze auto... Geen goed plan. We gaan denk ik nog even doorrijden. We gaan hem van een berg af gooien. Dat lijkt mij een goed einde voor deze auto. Over de kop laten vliegen. Ergens laten crashen in de bosjes. Dat is helemaal prima. Hier tegen de zijkant aan. Nope. Wel spijtig. We gaan even rewinden. Ja, ja, ik gebruik zelfs rewind hierbij. Ik zie namelijk in de bocht aan nog een mooiere schans. Daar gaan we tegenaan knallen. Genoeg snelheid. Hop. Okay. Oh. Dat deed hij beter dan ik had verwacht. We doen wel een barrel roll, maar ik had verwacht dat hij over de kop zou vliegen als een motherfucker. Maar dat doet hij niet. Hij landt zelfs op zijn wieltjes. Zo lekker redline ook. Zo geweldig, hè. Nee. Dan nog maar heel even iets verder rijden. Hier tegenop. Dit moet lukken. Nee, wat? Oh ja, tuurlijk. Wat probeer ik ook. Kijk naar die voorbumper. We kunnen toch nooit ergens tegenop rijden wat maar een klein beetje schuin is. Drempels zouden ook echt een probleem zijn. Het is wel goed dat er geen drempel zit in deze game. Oh. Ik blijf er langer mee rijden dan ik had verwacht eigenlijk. Dat is niet goed. Ik moet echt naar de cliff toe. Als het goed is... Yep, rijden we recht naar het water toe. Dat vind ik een prima einde voor deze Alfa. Vol gas van de cliff afvliegen. Dat is een perfect idee. Oh, we halen wel even 218 trouwens. We gaan tussen de bomen door. We landen in een boom. Zoals waarschijnlijk menig Alfa is geëindigd. Vooral van dit type. Oh, dikke burn-out en drift tegelijkertijd. Oh. Oh, dit is zo droog. Zo geniaal ook. Hey, deze auto even inhalen. Oh. Niet te hard natuurlijk, want dan gaan we van de weg af. Oké. Okay. Hier een beetje en dan vol gas zometeen van de cliff af. Dat moet goed komen. Vol gas. Wat? Hij landt gewoon op zijn wielen? Ik wil kijken of ik dit kan doen trouwens. Van de bergenvrij naar heel snel drone mode kan activeren. Zodat we andere shots hebben. Dat zou best wel vet zijn. Dus vanaf hier ongeveer. Vol gas. En dan zoals nu drone mode. Want de auto rijdt altijd door. Omdat hij wat snelheid heeft. Dus als het goed is als we drone mode nu activeren. Dan schiet hij nog door. En dan kunnen wij er achteraan vliegen heel snel. Vooraan. We zullen het zien. Nope. Oh, jawel. Maar hij gaat te snel. Daar landt hij. Pom. De geluid ook.
Voor mij kunnen we nou niet rewinden. Dus dat is kut. We zitten nu al in de bodem. Yep. Oh wel? Nee, zie, we kunnen niet rewinden. Spijtig. Dan met de drone is een beetje mislukt. Het zag er alsnog wel droog uit door die wegvlog. Maar ja, we zijn hier in de zee. We gaan hem onderdompelen. Hij is officieel nu gedoopt. Dus even kijken hoe ver we de zee in kunnen rijden. Met dit ding. Turbo doet nog steeds zijn werk. Het wordt niet echt dieper hier. Oh crap, schiet op game. We willen een einde breien aan, aan deze auto. Oké, okay, hier wordt sowieso dieper. Je ziet ook gewoon dat... Ja, we... Ah, die spawnen gewoon. God damn it, game. Tegenvallen. Echt een tegenvallen. Nou ja, dat was het einde van deze build part. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond om naar te kijken. Er komen sowieso nog meer build parts, maar dan met fatsoenlijke auto's. En dan gaan we ook echt een drift build maken of wat dan ook. Dus er komt sowieso nog wat leuks aan. Ik hoop dat je het heel leuk vond om naar te kijken. Als je het leuk vond, vergeet niet even te liken. We hebben hem ondergedompeld. Awesome. Ik bedank je voor het kijken. Tot de volgende video. Laters.